Nou, daar is de SP het mee eens. We vinden het vooral belangrijk dat er genoeg voetbalclubs zijn in Leiden. En dat iedere Leidenaar zou kunnen voetballen. En nou ja, het zou mooi zijn als een paar voetbalploegen nog wat hoger zouden kunnen komen. Maar wij vinden als gemeente dat aan hun ligt. En niet, dat hoeven wij niet voor hun te gaan doen. Dat is voor ons een beetje een lastige stelling. Wij zijn in principe eigenlijk tegen het aanleggen van kunstgas. Wij willen, nou ja, zoveel als dat kan willen we eigenlijk gewoon gas. We begrijpen alleen wel dat kunstgas wel makkelijker bespeelbaar is, beter tegen de regen kan en dat soort dingen. En vooral als een club overeind wordt gehouden of zou kunnen worden gehouden door kunstgas, dan zouden wij daar in principe wel voor zijn. Maar wel onder echte die strikte omstandigheden dat het anders niet zou kunnen lukken. Nee, dat vinden wij absoluut niet. We vinden het heel belangrijk dat misschien clubs, nou ja, er wordt dan gezegd sentiment. Wij denken gewoon dat het eigenlijk vooral belangrijk is dat clubs een goede maatschappelijke functie hebben. Dat mag wel meer naar voren komen, ook in het beleid van de gemeente. Heel vaak wordt sport en maatschappij eigenlijk heel erg strikt van elkaar gescheiden. Sport en zorg wordt ook heel strikt van elkaar gescheiden. Dat vinden wij eigenlijk een hele slechte zaak. En of dat dan sentiment wordt genoemd, wij denken gewoon dat die clubs in principe ook een recht hebben van bestaan. Daar zijn wij het mee eens. Wij vinden dat er best wel wat in voetbal geïnvesteerd mag worden. Er loopt nu natuurlijk voetbal vitaal, waarin wordt gekeken welke clubs financieel gezond genoeg zijn. Ik denk dat als dat proces eenmaal klaar is, dat het belangrijk is om te kijken wat die voetbalclubs nodig hebben. Ze krijgen meer ruimte en dan moeten we kijken of ze bijvoorbeeld genoeg goede clubhuizen hebben. Dat is heel belangrijk, genoeg goede kleedkamers. Dus daar mag wel wat in geïnvesteerd worden, vinden we. Omdat wij de knieërs zijn voor iedere Leidse sporter. Wij willen zoveel mogelijk verschillende sporten. Zodat iedereen die jong of oud is, precies kan doen wat hij zou willen. En dan ook eigenlijk vooral dat het heel betaalbaar is. Dus dat eigenlijk ieder kind zou kunnen hockey als hij dat zou willen. Zou kunnen tennis als hij dat zou willen. Zodat iedereen gewoon de sport kan doen die bij hem of haar past. Dat is waarom, dat is denk ik waar de SP het meest voor opkomt. En ook het meest van alle andere partijen, denken wij.